Macro met Mujagic. Edi Mujagic is er ook op dinsdag, gelukkig maar. Goedemiddag, Thomas. En jij bent, niet uitgenodigd in Johannesburg bij die bijeenkomst van de BRICS-landen. Nog niet, volgende keer misschien wel. Volgende keer misschien. Maar misschien hangt dat er vanaf van waar we het zo meteen over gaan hebben en wat ik daarover ga zeggen. Waar wil je het over hebben dan? Nou ja, de BRICS-landen die zijn weer eens bij elkaar. En doorn in het oog van die landen is toch uiteindelijk één van de doornen in het oog. Is die dominante rol van de Amerikaanse dollar in de wereld. Daar hebben ze een hekel aan. Onder andere omdat ze na aanleiding van de oorlog in Oekraïne hebben gezien dat het land daarachter, het land dat eigenaar is van de de facto wereldmunt, de VS, die dollar ook kan inzetten als een wapen natuurlijk. En gezien het feit dat die BRICS-landen hard aan het groeien zijn. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zo lang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Ja, kan ik me heel goed voorstellen dat zij wat minder afhankelijk willen zijn van de VS. Maar die BRICS-landen zijn aan het groeien. Misschien geldt hetzelfde wel voor hun schulden, die nog zijn uitgedrukt voor een belangrijk deel in dollars. En als die dollar sterker wordt, lopen dus ook die schulden op. Ja, nee, dat is ook zo. Dus zij zijn weer bij elkaar om onder andere te praten, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we wat minder afhankelijk worden daarvan. En dan kom je heel snel in de sferen van misschien dat een van de munten van die landen, bijvoorbeeld van China, die rol van dollar over kan nemen. Ik begrijp dat er heel veel over geschreven wordt. Maar je kunt niet zomaar de wereldmunt zijn. Dan moet je aan een bepaalde voorwaarde gaan voldoen. En die voorwaarden zijn, om te beginnen, het moet een munt zijn van een hele sterke economie. Nou, China is tegenwoordig geen sterke economie. Rusland laten we daar niet over hebben. Brazilië ook niet. India is de sterkste van de groep en is nog steeds niet een land dat de wereldmunt kan hebben. Maar die BRICS-landen hebben natuurlijk de potentie, daarom zijn de BRICS-landen, om sterker te worden, toch? Ja, en dan wordt er gesproken, er schijnt vandaag daar ook over te gaan, dat ze van plan zouden zijn om een gezamenlijke munt te gaan introduceren. Dus zodat ze sterk één munt hebben, die dus de strijd met de Amerikaanse dollar aankan. En weet je, dat is heel mooi voor de bühne, maar neem onze eigen euro als voorbeeld, Thomas. Vergeleken met de verschillen tussen een Brazilië en China of een India en Rusland zijn eurolanden echt zo homogeen als het maar kan. En want er zijn mensen met terugwerkende kracht die zeggen, nou, als ik nog een keer een beslissing zou moeten maken over Griekenland er wel of niet in, zou ik nu de poort gesloten houden. Tuurlijk, maar daar staat er even los van. Griekenland doet nog steeds mee. Je ziet dat met die euro vlot het niet echt. Het bestaat nog steeds, maar om te zeggen dat het één groot succes is, dat is niet het geval. Maar hoe groot de verschillen tussen een Griekenland en Nederland ook zijn, die verbleken bij de verschillen tussen Brazilië en China bijvoorbeeld. Dus deze landen, deze BRICS-landen, die wijken op cruciale gebieden. Of je het nou over economieën hebt, over de samenstelling van de economieën, waar verdienen ze hun geld mee? Die wijken zo van elkaar af dat het bijna een lachwekkend idee is om te denken dat zij één gemeenschappelijke munt kunnen gaan voeren. Tenzij ze vandaag besluiten, in ons belang is convergentie. Wij gaan toch proberen om zaken te stroomlijnen. We gaan kijken wat een onderliggende waarde zou kunnen zijn voor die munt. In het programma hieraan voorafgaand hoorden we misschien wel op basis van grondstoffen, op basis van zaken die je beide nodig hebt. Tuurlijk. Kun je tot iets gezamenlijks komen? Je kunt tot iets gezamenlijks komen, maar nog steeds, als je eenmaal zo'n munt hebt en of die munt gekoppeld wordt aan grondstoffen of niet, als je hem eenmaal zou hebben, dan moet je gezamenlijk een beleid gaan voeren. Bijvoorbeeld een rentebeleid. Nou, gezien die grote verschillen, het is onmogelijk om één rente vast te stellen die goed is voor Brazilië en voor China. Ik bedoel, als je nu kijkt, de Chinese rente is heel laag, de Braziliaanse heel hoog. Omdat die economieën in verschillende stadia zijn, hebben verschillende rentes nodig. Dus het wordt een heel, heel moeilijk verhaal om een plausibel verhaal neer te zetten hoe zo'n munt tussen Brazilië, China, India, Rusland. Maar welk verloop van het gesprek dat toch wel degelijk op de agenda staat, verwacht jij dan? Want het wordt wel besproken. Komen ze snel tot de conclusie dat het een leuk probeersel is, maar niet meer dan dat? Kijk, waar ze het ook over gaan hebben, het helpt wel als je aan de vooravond van zo'n top toch een beetje eens bent over wat is je uiteindelijke doel. En zelfs dat is niet het geval. Er schijnen iets meer dan 20 landen zich aangemeld te hebben om lid te worden van die groep. Nou,
het ene land van de groep zegt, nou welkom, hoe meer hoe beter. Terwijl Zuid-Afrika zegt, ja eigenlijk zitten we niet te wachten op nog meer landen erbij. Ik bedoel, over dat soort fundamentele dingen ben je het niet eens. China is er alles aan gelegen om van die BRICS-beweging een soort tegenhanger van de G7 te maken, zodat het een beetje tegen de Westen op kan boksen op het wereldniveau. Zuid-Afrika zegt, ja, wij willen wel samenwerken, maar het is niet de bedoeling om dat te zien als een strijd tegen het Westen. Dus over dat soort fundamentele dingen zijn ze blijkbaar nog niet eens. Laten we dan in hemelsnaam niet gaan hebben over invoeren van een gemeenschappelijke munt. Dat wordt echt een utopie. Thomas. Laten we het dan tot slot wel hebben over de Braziliaanse president Lula, waar jij graag mee wil afronden. Waarom? Ja, nou, omdat hij bij een soortgelijke bijeenkomst eerder in China heeft hij zichzelf en anderen drie vragen gesteld. Hij zei, iedere avond vraag ik mezelf af waarom alle landen handelen in dollars? Waarom doen we dat niet in onze eigen valuta? En wie heeft ooit bepaald dat de dollar die dominante rol mag gaan spelen? Nou, ik zou hem graag voorzien van drie simpele antwoorden op zijn vragen. Iedere avond vraagt hij zichzelf af waarom doen we onze handel in dollars? Omdat er geen alternatief is. Dollar was en is nog steeds de enige munt die voldoet aan de genoemde voorwaarden om de facto de wereldmunt te zijn. Waarom doen we dat niet in onze eigen valuta? Omdat je dus niet voldoet aan die voorwaarden. Er is geen alternatief. En wie ja, dat heeft... is een cirkelredenering, Edin. En wie heeft bepaald dat de dollar die rol speelt? Nou, dit heeft niemand bepaald. Dat is zo ontstaan omdat de dollar als enige voldoet aan de voorwaarden. Het is niet iets wat per decreet opgelegd is. En dat betekent ook niet dat je er ook niet zomaar er vanaf komt. Hoe spijtig dat ook mag zijn voor in ieder geval een aantal van BRICS-landen. Want ook daarover zijn ze het misschien niet eens, Thomas. Edin Mujagic, dankjewel. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.